De Vughtse wethouder Peter van der Wiel heeft in Nationaal Monument Kamp Vught het lespakket van de Liberation Route Brabant gepresenteerd. De Liberation Route volgt de historische route die de geallieerden in 1944 en 1945 volgden bij de bevrijding van Europa. Het lespakket brengt leerlingen van het basisonderwijs in contact met de geschiedenis van de route. Leerlingen van de basisschool uit Vught mochten als eerste kennis maken met het lespakket en de code onthullen als officieel start zijn. Goed, wij gaan jullie code die jullie gemaakt hebben onthullen. En de oplossing daarvan, daar gaat het natuurlijk aan het publiek over. Hè. We helpen ze daar een handje bij, maar dat komt goed. Dus we gaan nu die code vrijgeven door op deze grote rode knop te drukken. 3, 2, 1, start! Ja, er gebeurt dat. Ja. Let op. Ik vind het echt heel leuk en heel interessant. En het was ook heel leuk om het te openen. En de codes kraken vond ik nog wel het allerleukst. Dat kan ik me voorstellen. Mm-hmm. Wat doen jullie op school met als het gaat om de oorlog en dit soort dingen als de bevrijding van Vught? Lezen we meestal eerst de tekst voor. En dan bespreken we het. En daarna moeten we het werkblad of... Doe je er veel mee op school? Met geschiedenis eigenlijk wel. We praten er altijd voor een geschiedenisles die iets van een half uurtje, drie kwartier moet duren. Praten we er nog eens een half uurtje extra over. Dus we doen er wel veel mee. Wat doet de school met dit pakket in het bijzonder en met de Tweede Wereldoorlog als het gaat om educatie? Nou, we doen op dit moment met het pakket nog niet zoveel. Ik kreeg bericht dat het project aanstaande was en ze zochten een school die medewerking wilde verlenen. En aangezien Vught en de Tweede Wereldoorlog natuurlijk een speciale band met elkaar hebben, leek me zeer interessant om met kinderen dat te gaan doen. Toen is er een project gekomen om een code te kraken, dus een gedeelte van het lespakket hebben we gedaan. En vervolgens zijn we uitgenodigd om hierbij te zijn en Kamp Vught te bezoeken. Ja. Wat deed de school al als het gaat om educatie in de richting van de jaren van de Tweede Wereldoorlog? Nou, in principe zit de Tweede Wereldoorlog natuurlijk gewoon in het lespakket van geschiedenis. Hè. De kanon van de Nederlandse geschiedenis, van de vaderlandse geschiedenis, daar zit de Tweede Wereldoorlog ook in. Er wordt zeer veel aandacht aan besteed, monumenten binnen Vught bekeken. Ja, en dit is eigenlijk weer net iets verder. Dus ook eens een keer wat aandacht besteden aan de bevrijding van Vught en wat er allemaal met de Vughtse bewoners is gebeurd. Is dit een facet wat tot nu toe wat minder aandacht had? Ja, normaal gesproken is het meer het verloop van de Tweede Wereldoorlog. Dan speciaal Kamp Vught natuurlijk wordt er altijd even uitgelicht. Maar zo'n operatie Market Garden en zo, dat komt eigenlijk toch maar weinig ter sprake. Is het nou voor jou ook echt leren of zeg ik vind het eigenlijk ook wel interessant om te weten die geschiedenis van Vught? Ik vind geschiedenis ook heel interessant en mij maakt het niet uit waar het over gaat, want ik vind het gewoon interessant. Ik wil het gewoon allemaal weten wat er is gebeurd, of het nou over Vught gaat of over Den Bosch of over Amsterdam. Ben je ook wel eens in je vrije tijd hier in het Nationaal Monument Kamp Vught geweest of alleen in schoolverband? Alleen in schoolverband, want ik heb eigenlijk nog niet echt de tijd daarvoor gehad. Nou, ik weet dat mijn vader destijds nodig met de oorlog te maken heeft gehad. Hij heeft er gek genoeg nooit wat van willen vertellen. En het is heel goed nu om ook de geschiedenis via dit soort pakketten, zowel voor de jeugd, maar ook voor ons eigenlijk nog een keer terug te zien. Dus ik heb heel weinig meegekregen in mijn opvoeding, uiteraard op school, maar van huis uit niet. En ik vind het heel prettig om nu die dingen vanuit deze weg weer terug te krijgen.
U bent de wethouder in Vught, maar u bent ook niet geboren en getogen in Vught. Voor u zijn een aantal facetten van de Vughtse historie denk ik ook nog wel nieuw. Ja, dat klopt. Maar die hebben we inmiddels ons wel eigen kunnen maken. Dat is niet zo'n probleem. Natuurlijk, de gemeente waar ik vandaan kom heeft ook de nodige aspecten in deze. Wat dat betreft is ook het verbreden naar de hele liberation route vanuit Normandië tot aan Arnhem toe is een prima set. Waarbij de aspecten die de Tweede Wereldoorlog hebben meegebracht, in dit geval specifiek de Tweede Wereldoorlog, natuurlijk voor de kinderen heel mooi naar buiten komen. Overal waar je komt binnen Vught, ja, daar word je geconfronteerd met die Tweede Wereldoorlog. En ik wil niet zeggen dat ik me bijzonder in verdiept heb, maar ik vind het wel altijd interessant om te horen te krijgen hoe de mensen van Vught en hoe dat leeft hier in Vught zelf. Deze ondersteuning komt er natuurlijk bij. Letterlijk doen wij daar wat minder aan. We zorgen er wel voor, maar dat is niet alleen in het kader van onderwijs, maar ook in het kader van toerisme en recreatie. Dat juist deze specifieke kenmerken van Vught, het oorlogsverleden, dat die ook zoveel mogelijk vervlochten raken daarin. En nogmaals, het is natuurlijk een lastig iets om over te praten. Hè. Men wil de vervelende kant van het verhaal altijd vergeten. En juist door dat op zo'n manier in te vlechten, met name met die lespakketten, maar ook in het veld ernaar te verwijzen, zodat ook de ouders met hun kinderen daar naartoe kunnen gaan. En we zorgen ervoor dat juist dat soort plekken bereikbaar worden, dat er routes komen en dergelijke in het kader van recreatie en toerisme, even als drager, dus niet onderwijs. Het thema wat aan het einde aan de orde kwam was eigenlijk van ja, we moeten eigenlijk niet verbitterd achterom kijken. We moeten niet alleen, we moeten ook de goede dingen ervan meenemen. In hoeverre kunnen we dat vertalen? Ja, ik vond het een hele mooie uitspraak. Ik denk dat het heel goed is om juist niet achterom te kijken en wel te willen leren van datgene wat er in het verleden gebeurd is. Maar vooral naar de toekomst te kijken en met elkaar op een manier om te gaan dat alleen maar peace and joy geeft. Hè? Om dan maar weer wat andere Engelse termen erin te gooien.